Kijk, hier is het dan. In Amsterdam, op het Legmeerplein, zit op nummer 7 het geheim van heel veel bekende Nederlanders. Haar handen zijn magisch. Agnieszka doet een bindweefselmassage en voor iemand die niet weet wat bindweefselmassage is, de huid gaat. Kijk, je hebt twee soorten eigenlijk bindweefselmassages. Ja. Dus je hebt bindweefselmassage, die is... Die is in Nederland bekend. Ja. Heel veel schoonheidsspecialisten doen dus bindweefselmassage in het gezicht. Ja. En dan heb je, het wordt genoemd deep tissue massage. Deep tissue van Engels, maar het is eigenlijk diepliggende bindweefselmassage. Dus wat wij hier doen, we doen allebei soorten massages. Dus we doen heel cosmetische massages. Maar ja. Dus ook voor je gezicht. Voor het gezicht en voor alles. Maar ook medische binnenweefsels. Ja? Ja. Okay. Ja. Kijk, ik doe het met benen vaak. Want ik vind het heel erg lekker als ik veel gesport heb. Om even hardhandig die afvalstoffen te verwijderen. Ja, en tegen te gaan tegen de verkleving natuurlijk. Ja. Van die lagen. Want... heel veel zenuwen zitten ook in de bindweefsel. Dus heel vaak als je hebt gesport, is niet alleen pijn van je spieren, maar juist van de bindweefsel. Ja. Als je dan cellulitis hebt, hè? Mm-hmm. Hoe vaak moet je dan bindweefselmassage? Het ligt eraan hoe ernstig verkleef alles is. Ja. Dat is de eerste. De tweede is hoe gevoelig het is, hè? Want het kan... Kijk, het kan een beetje pijnlijk zijn, maar het is niet pijnlijk. Het is eigenlijk lekkere pijn, want je voelt jeuk als alles gaat gewoon heerlijk doorbloeden. En sommige vrouwen zijn gewoon meer gevoelig dan anderen. Dus het is gewoon, het is eigenlijk heel persoonlijk voor iedereen. Maar je moet zeker minstens 6 keer komen. Het heeft geen zin om 1 keer even bindweefsel gaan doen, want dan kunnen we gewoon echt niet helpen. Kijk, en dan lig ik hier zo te genieten. Ja. En dan geniet ik zo meteen na van mijn mooie benen. Kijk, het lekkere is... Ik ben natuurlijk nu een beetje aan het werk tussen aanhalingstekens. Dus ik ben aan het filmen. Maar normaal kun je hier... Kijk. Oh ja, hi. Hi. Normaal kun je hier dan ontspannen liggen. En dan is het... Ja, het is een soort... Mag ik dat zeggen? Masochistische massage? Natuurlijk niet. Wel! Het is lekker, omdat het is pijnlijk. Weet je, vooral als je verklevingen hebt. Verklevingen hebt. Ja, dan is het pijnlijk. Maar dan nog steeds is het lekker. Want je voelt jeuken alles. Ja. En die verklevingen, kijk, het gaat niet om... Daarom zeg ik... zoveel mogelijk pijn te doen. Want eigenlijk doen we heel gentle die massage in het begin. Is het niet zo? Ja, ja, ja. Maar dat bedoel ik te zeggen. Het is ook wel lekker. Mm-hmm. Omdat je hebt er echt verschil tussen een ontspannen massage en een massage bij jou. Daarvan weet je, ik kom hier om een bepaald doel te bereiken. Tuurlijk, is anders. We zouden wel ontspanning massages kunnen doen, maar het werkt hier niet bij ons zo. Hè? Nee, jij zegt dat is zonde van mijn tijd. Nee, niet stom. Nee, kijk, ik hou van ontspanningsmassages, maar je kan niet in alles goed zijn. En we zijn echt specifiek, we doen alleen uitsluitend nu bindweefselmassages of bovenliggende, dus soft tissue of deep tissue bindweefsel, allebei doen we. Ja. Het was heel grappig, ik liep volgens mij dam tot dam of zo. En toen ben ik eigenlijk de volgende dag, dacht ik, hop naar Agnieszka. Je moet even mijn benen weer masseren. En nu, met de zomer in aantocht, zie ik er niet uit echt hier. Maar ik heb gisteravond toevallig gepield. Maar ik denk, oh ja, ik moet even naar jou om mijn huid weer te verstrakken voor de zomer. Nou, heel goed. En jij kan dus kiezen voor een half uur? Ja, je kan massage bij ons bijvoorbeeld kiezen. Dus bijvoorbeeld benen en bielen of gezicht of buik. Of 50 minuten. Ja. En dan kunnen we doen dan bijvoorbeeld billen, buik, gezicht. Dus dan doe je meer armen. Wat jij wil. En wat kost het? We hebben strippenkaarten. Ja. Dan ben je natuurlijk voordeliger. Bij onze strippenkaarten 6 keer 30 minuten is 210 euro. Losse behandelingen 45. En dan 50 minuten 360 euro 6 keer. Losse behandelingen 70 euro.
Dus we hebben ook normale prijzen eigenlijk, toch? Ja. En stel nou na 6 keer, hè? Ja. Ik kom hier binnen. Wat zie ik dan verschil met mijn benen? Nee, ik denk al na 1 keer zie je verschil. Als je celluliet hebt, natuurlijk. Dan al na 1 keer is minder opgezwollen. En het ziet al beter uit. En na 6 keer heb je zeker minder van de... Nou, niet putten. Want kijk, ik vind dat het celluliet is gewoon een aandoening dat wij vrouwen hebben. En het moet behandeld worden. Dus het moet alles, de doorbloeding, de lymfa moet goed kunnen stromen. En dat zie je in je benen. Dat ze niet meer zo opgeklopt zijn. Of, begrijp je wat ik bedoel? Ja, ik begrijp wat je bedoelt. En je houdt het beter en je voelt. Maar eigenlijk, de belangrijkste is dat je voelt je veel beter. En het is gewoon heel laag drempelig. Want vrouwen doen toch veel voor de celluliet. Maar eigenlijk minder voor zichzelf. Ik ben gek op deze vrouw. Ja. Ik zei dat ik gek op je vrouw, op jou ben.